van Fortuin. Het spraakmakende rad als iedereen vijf dagen per week boeit. Onze kandidaten gaan weer spelen voor deze schat aan prijzen met een waarde van 45.000 gulden. En dan de bonusprijs van vanavond. Jazeker, we gaan naar het prachtige eiland Tenerife. De hoofdprijs van vandaag is deze ongekend mooie automobiel met een waarde van 23.495 gulden. En ook vandaag zou het rad niet kunnen draaien zonder uw presentator. Hier is hij, Hans van der Tocht. Dank u wel. Goedenavond thuis, zijn het ook weer aan de buis gekluisterd zit om gezellig met ons te proberen in een half uur zoveel mogelijk puzzels op te lossen. Dat gaan we natuurlijk weer doen met drie nieuwe kandidaten. En in de eerste ronde is en blijft ons hoogste bedrag altijd de 1000 gulden. Eenmaal de bankgoed, eenmaal verliesbeurt en er is eenmaal de joker. En natuurlijk, laat ook zij vanavond weer alle letters aan ons zien, want daar komt ze weer, onze enige echte eigen. Yeah. Ah, mooi jasje heeft ze aan met al die kleurtjes, ja. En ik ga graag de kandidaten van vandaag nu voorstellen. En van links naar rechts is dat Yvonne. Dit is Josephine. En ik ga naar Roel. Hallo Roel. Hallo Hans. Roel, dames en heren, die komt uit Huizen. Hij heeft eigenlijk een opleiding gevolgd op de sportacademie, maar doet tegenwoordig iets totaal anders. En dat is Roel. Ik heb in Baren, dat vak bij Huizen, ja, een grenenzaak in antiek grenenmeubelen. Antiek grenenmeubelen. Ja. Waarom ben je niet doorgegaan in de sport eigenlijk? Nou, dat heb ik 3 jaar gedaan. En ja, dat was steeds maar een beetje daar werken, een beetje daar werken. Was je leraar op een school? Ik ben leraar op opvoeding? Ja, ik ben leraar op een school geweest. Ik heb op het middelbaar beroepsonderwijs lesgegeven. Ja. Dat was ook invallen. Ja. En toen ben ik een jaar werkzaam geweest bij een bedrijf dat bedrijfsfitnessprogramma's voor. Oh, je had niet echt een vaste niet baan. Echt. Nee. En toen door allerlei omstandigheden ben ik de zaak begonnen. In de meubels terecht. Gekomen. Logisch is het niet, maar. Nee. Nee, maar je vindt het leuk om te doen. Heel erg. Ja, die meubels die koop je zelf in. Doe je dat in het buitenland of in Nederland? Wij hebben iemand die voor ons naar het buitenland gaat, voornamelijk Engeland en Duitsland. En daar kopen wij in. Het zij ongerestaureerd. Dan moeten we hem zelf nog laten restaureren of al gerestaureerd. Restaureren doe je niet zelf? Dat doe ik niet zelf. Nee. Ik kan een spijker, ik kan wel wat, maar ik kan niet het goffere werk. Nee, maar dan ga je dat wel nog leren of is dat niet echt de bedoeling? Nee, dat is gewoon zonde van de tijd. Want dat is zonde van de tijd. Je moet je specialist aanzetten en ik ben weer ergens anders goed. Oh, dus dat zou zonde zijn. Ik begrijp het. En het verkoopt lekker en zo? Het gaat hartstikke goed. Ja, goed. In Baren dus. In Baren, nou, mensen weten het wel te vinden. Ja, in Baren. In Baren. Oh, wat een reclame maken wij. Nee hoor, we gaan lekker rad spelen. Het is heel wat anders. Ja. Als geen de meubelen verkopen. Ik wens je daar erg veel succes in. Dames en heren, dit is Roel uit Huizen. Onze tweede kandidaat die komt uit Voorburg. Zij is financieel administratief medewerkster op een groot accountantsbureau. En daarnaast volg jij een cursus verhalen schrijven. Ja, dat is fascineert me. Waarom ben je schrijfster geworden nog? Of? Nou, ik heb de laatste paar jaar zoveel boeken gelezen en ja, dan denk je. Wat voor soort boeken? Een speciaal genre of niet? Nou, veel romans, veel literatuur ook. En ja, dan krijg je wel eens een idee in je hoofd. Ja, zou ik zelf zou ook wel eens kunnen. Willen kunnen. Ja, je denkt dat als ik een bestseller schrijf, dan betaalt lekker meer als financieel administratief medewerkster, denk je dan, hè? Ja, nu ben ik dus een cursus begonnen verhalen schrijven. Dat is een schriftelijke cursus. Ja. Nou, ik heb er pas 8 lessen op zitten, maar ik heb tot nu toe goede cijfers. En dat duurt een jaar? Of? Het duurt 15 maanden. 15 maanden. Ja. En daarna dan ga je het zelf een keertje proberen. En denk je dat je eerst een kinderverhaal gaat schrijven of meteen een volwassen roman? Nee, ik denk gelijk een volwassen verhaal, maar misschien eerst korte verhalen. En, en dat ga je weer van plan in de toekomst ook wel eens aan uitgeverij op te gaan sturen? Ja, wie in de weet, hoop. Of eens meedoen aan een verhalenwedstrijd. Bijvoorbeeld, dan kan je eens mee beginnen. Hè? Ja. En als dat dan succesvol is, dan kan je alsnog aan uitgeverij stappen. Ja, nou, hou ons een beetje op de hoogte of het allemaal gaat lukken. Wie weet, zien wij over een aantal jaren de mis. Schitterende romans van Josephine. Hoe is je achternaam? Kwaadgras. Kwaadgras, Josephine Kwaadgras, ze weet het alvast. De romans die liggen dan in de winkel. We gaan ze allemaal kopen, maar vanavond ga je eerst prijzen winnen, hè? Beloofd? Ja, ga je het doen? Oké, veel succes, dames en heren, Josephine. Uit Nieuwegein, daar komt onze derde kandidaat vandaan. Ze heeft op het ogenblik helaas geen werk. Je zoekt wel werk, of? Nog niet. Nog niet, maar mocht je, ze wil dus even niet werken, dat u dat thuis weet. Ja, maar mocht je dat in de toekomst iets willen, in welke richting moeten we dan zoeken? Receptionist, telefonist, oh, dat is leuk. Ja. Wel met mensen. Met mensen omgaan, iets, horeca of zoiets dergelijks. Dat is ook leuk. Ja, is ook leuk, hè. Ja. Zeg, wat doe je in je vrije tijd, Yvonne? Ik lees graag. Ik maak kleding ook jij voor de kinderen. Ook wel speciaal zagen of ook van alles? Historische romans. Oh, over China en dat bijvoorbeeld. Ja, dat vind je mooi. Ja. Dat is leuk. En je maakt kleren, zijn je, voor kindertjes? Ja, mijn eigen kinderen. Ja, hoeveel heb je er?
Ik heb er drie. Je hebt er drie, oh, ja. Dan kan je wel flink lang achter de naaimachine zitten. Hè? Ja, dragen ze altijd dingen die je zelf hebt gemaakt? Nee, niet meer zoveel als nee. Vroeger. Nee, dat was makkelijker toen ze klein waren, of niet? Ja, oké. Okay. Nou, ze maar vlug gaan spelen ook met jou. Kritisch, ja, ja, oh, ze worden kritisch. Ja, de kinderen worden kritisch. Ja. We gaan het Rad van Fortuin spelen. Succes, alle drie trouwens. Oh, wacht even, even het weekendje neerleggen. Roel, wil jij het op de bank goed leggen vanavond? Lijkt me wel leuk. Ja? Oké, okay. Het licht en wij gaan het Rad spel klaarleggen voor de eerste ronde. Daar komt. En in deze eerste ronde zoeken wij nu een gebeurtenis. Het heeft slechts 8 letters en het is Yvonne die mag draaien. Succes. Een gebeurtenis. En Yvonne die draait naar de verliesbeurt. Leuk, hè? Ja, ze was al helemaal van ik noem dat. Nee hoor, Josephine, ga maar door. En kijk eens, en kijk eens, en kijk eens. Hij is er al uit. Het weekendje. Ja, het vervelende is dat je wel natuurlijk op bankroet ligt. Maar ja, je had er geld en het weten de mensen inmiddels thuis. Het weekend mag ze houden. En Gaston, vertel het aan de mensen nog maar even. Waar gaan we naartoe met dat weekend? Het is mooi extra vakantieweer. Een prima verblijf in een van die mooie bungalowparken in Nederland. Subtropische zwemparadijzen. Goede restaurants en veel sport en vertier. Kortom, veel plezier. Dat wens ik haar ook. En we hopen van haar een kaartje te krijgen als ze er zit. Maar ja, ze was op bankroet, dat zei ik al, dus mag ze niet verder spelen. En Roel gaat nu door. Nou, één verliesbeurt, eenmaal bankroet, maar wel een weekend. En Roel gaat naar 750 gulden. De D van Dirk? Een D, we gaan eens kijken, Roel. Nee, helaas niet, jongen. En Yvonne. Yvonne, we gaan naar 750. De T van Tinus? Nee, geen T. Josephine. Leontien met een streepje. Zien we ook iedere avond, hè? Nee, 700. De R van Richard. Een R, ja, die hebben we. Goed zo. Dat is er eentje. We gaan naar de 600. De N van Nico. En Nico zit er niet in. Nee, Roel. En Roel komt op 4,50. De P van Pieter? Ja, ik heb de P 1 keer. Goed. En je komt op de 700. De G van Gerard? Nee, nee, nee. Jammer. En het is de pot die doorgaat. En Yvonne, 200 gulden. De S van Simon. Ja, ja, ik heb een S. Goed. 2 keer zelfs. Goed, hè? Wat staat daar nou? Een gebeurtenis. Ja, een gebeurtenis, kind. Ja, nee, draai je maar door. En je komt op 800 gulden. De F van Ferdinand? De Ferdinand. Nee, heb ik niet. Josephine, ga maar door. Helaas. Nou, eens kijken of Josephine het wel weet. Ze komt op 3,50 in ieder geval. De K van Karel. Ja, natuurlijk. Ja, we hoeven dat al te knikken. Ik wou het graag zeggen. Apreski. Apreski. Ja. Ja, daar ziet u het staan, apres-ski. Want ik dacht ook nog, ja, Roel die heeft hele leuke bretels en een leuk strikje op. Met allemaal biertjes die aan het skiën zijn. Ik dacht dat hij daar nou aan denkt. Maar ja, daar denk je natuurlijk niet aan. Hè? Nee. Josephine, heel goed gedaan. 1050 gulden staat er. Ga je gang en kies een paar aardige prijzen. Ja, moet je helpen, schat. Is moeilijk. 800 gulden. Ik wou graag voor 1040 gulden de wasdroger. Natuurlijk mag je die hebben. Voor 1040 een wasdroger. Dan heeft er 1 tientje staan. Bonsoir, goedenavond, Gaston. Een prijs voor Josephine. Maar wat voor een, Hans. Ja. Met een topdroger van het Rad van Fortuin wordt je was droog, zacht en soepel. Daar kan geen buitenlucht meer tegenop. Een ideale machine met alle moderne technieken van tegenwoordig. Een wasdroger voor Josephine uit Voorburg. De waarde van 1040 gulden. En dan nu snel door naar de tweede ronde.
Ja, en dat is een vriendin van Josephine die daar in het publiek zit. En wij gaan tweede ronde spelen. Dat betekent het hoogste bedrag nu 2000 gulden. Komt wel weer extra gevaar in het spel, dat weten we. De tweede bankroet, Liesbeth, hebben we een bekende setje gegeven. Die is er nu uit. Joker zit er nog wel in. En wat belangrijk is, de winkel die is weer aan het draaien. En dan ziet u vanzelf alweer dat er allemaal weer andere dingen in staan als in die eerste ronde. En wat ook belangrijk is voor de kandidaten, ze weten het. In de tweede ronde komt er altijd bij Gaston met de bonus. Hans, vanavond geen apres-ski, maar heerlijk de zon. Dat is wat deze bonusreis te bieden heeft. Lekker met z'n tweeën, een volle week naar het paradijselijke eiland Tenerife. Alwaar jullie logeren in Club Marina op basis van half pension. Volgens mij zijn Yvonne, Josephine en Roel aan vakantie toe. Ja. En niet alleen zij, ik ook. Maar ja, kan niet hoor. Ga nog lekker even door. We gaan in deze tweede ronde op zoek in de categorie cretologie. Een woord van 14 letters. En Josephine mag gaan draaien. Succes. Cretologie. En we gaan naar de 600 gulden. De T van Theo. De T van Theo, twee keer. Goed. En je komt op 200. De S van Simon. Ja hoor, heb ik er ook één keer in. Goed. En 600 gulden. De R van Richard. Ja, één keer. Tweehonderd. De N van Nico? Nee, die niet. Jammer. Roel, ga weer. Roel, we gaan naar de 400 gulden. De D van Dirk? Ja, ik heb er één keer de D. Nee. Nee, heb ik helemaal niet. Nee, ik dacht even dat er een D in zat. Er zit geen D in. Nee. Oh jee, we zijn dan weer bij Yvonne beland. 550, Yvonne. De V van Victor. Een V. Nee, ook niet. En het is Josephine die doorgaat. En je komt op 600. De K van Karel. Ik heb er 1, 2, 3 keer de K in. Ja. 3810 gulden. Wilde ik het gaan zeggen. Weet je het alweer, kind? Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja. Maar dat was je zus. Oh, we zetten het meteen recht helemaal. Maar het is ook een vriendin van je zus, ja, denk ik. Hè? Ja. En waarom dacht ik nou dat die deed? Ik dacht dat het hartstikke goed stond. Hè? Maar het was hartstikke leuk. Vandaar dat ik dacht die deed. Nou, en dat is dus de zus. Alles weer rechtgezet bij u. Hè? Hartstikke, ja, dat is... Dat betekent dus heel erg. Hè? En dat zijn hart en steken door het hart. Daar komt het eigenlijk een beetje vandaan. 3810 gulden. Wat een mooi bedrag. Zeg, ga je gang. Ja. En kies maar weer het moois uit. Ja, ik zie een wasmachine, ik zie een mini-disc Walkman, ik zie de koelkast, een compostmand. Ik wilde graag voor 1400 gulden de mini-disc Walkman. De mini-disc Walkman voor 1400, daar blijft er nog 2410 gulden staan. Ik wilde graag voor 280 gulden de thermostaatklok. Oh, we gaan naar de thermostaatklok voor 280 gulden. Dan hebben we nog 2130 gulden. Voor 240 gulden videofilmpakket. Voor 240 het videofilmpakket. Voor 280 gulden de running shoes. Running shoes voor 280, nog 1610 gulden. Voor 320 gulden de stofzuiger. Stofzuiger voor 320. Nog 1290. Voor 1240 de koelkast. De 1240 de koelkast. Volgens mij wil ze niet, maar ze denkt vooruit dan maar. De koelkast maar. Prima, vijf tientjes blijven er staan. Gaston, daar komen ze weer voor. Josephine. Hartstikke leuk, Hans. Ja. Daar gaat hij nog een keer, Josephine. Wat een spektakel. Dit pakket speelfilms op video. Kijk naar The Bodyguard, JFK, Lethal Weapon 3, Batman's Return en nog veel meer. Deze videofilms zorgen voor top amusement bij jou thuis in Voorburg. Ah, alweer een stofzuiger. Maar nu, oh, ik zie dat we beginnen met een thermostaatklok. En dat klopt, dat is makkelijk. Zo'n klein, slim kastje aan de muur. Het heet een thermostaat en zorgt ervoor dat we op temperatuur altijd alles goed doen. Een prachtige machine te waarde van 280 gulden.
Wat een beestachtige uitstraling hebben deze sportschoenen. Veerkrachtig, perfecte pasvorm en de modernste technieken. Het enige wat je zelf moet doen, Josephine, is lopen. En daar is hij dan, de stofzuiger waar ik net op zoek naar was. Maar nu een hele ronde, dat is wel heel makkelijk, want je begrijpt het al, hij blijft daardoor nergens achter hangen. Op het moment dat jij de kast opent, begint hij gelijk tegen je te glimlachen. Veelzijdig koelcomfort. Wij weten zeker dat je hem intensief gaat gebruiken. Daarom voor jou de allerbeste. Wat een ruimte voor veel boodschappen. En ook van deze jongen is de deur naar eigen keuze te plaatsen. Het Rad van Voortuin heeft de minidisc Walkman. Niet meer opnemen op een bandje, maar zonder kwaliteitsverlies op een minidisc. Heel snel, zonder spoelen naar je favoriete nummer. Minidisc. Je wil nooit meer wat anders. Josephine uit Voorburg tevreden? Ja hoor. En er zus ook tussen, hè? Ook tevreden. Ja, nou wat of. Wij gaan even naar de tussenstand kijken, mensen. We zien op dit moment twee pechvogels. Zowel Roel als ook Yvonne nog allemaal nullen. Maar jongens, jullie weten, het zegt niks hoor. Wel, het zegt helemaal niks. En trouwens, we hebben het gezellig, toch? Met elkaar. Ja, oké. Okay. Maar aan de leiding gaat natuurlijk Josephine met 4.800 gulden. Ja. Derde ronde, hoogste bedrag, 4.000 gulden. Blijft zeker bankroet in het spel. De verliesbeurt is weer terug, de joker is eruit. De bonus ligt nog lekker op zijn plaats, dus we kunnen nog allemaal naar Tenerife. En wat belangrijk is, daar komt weer de nieuwe winkel aan. En u ziet het zelf weer, allemaal andere magnetrons en ijskasten, koelkasten, wasmachines enzovoort. En in deze derde ronde zoeken wij nu een activiteit. 17 letters en Roel is degene die mag gaan draaien. Succes! Nou, Roel, pakken we een bonus, jongen. Nee. Ik denk het net niet. Jammer, 5,50. De S van Simon. Een S zit er één keer in. Goed, gaan we door. En je komt op 200 gulden. De N van Nico. En Nico heb ik er één keer in ook. Ja. Pakken we een vette? Nou, kom op. Nee, net niet. 600. De D van Dirk. Ja, goed. Eén keer de D. En 600 gulden wederom. De G van Gerard. Ja, uitstekend. Eén keer de G ook. Geen gevaar, 200 gulden. De L van Leo. Ja, ook een L. Eén keer. We gaan goed, 21,50 op het scorebord. En je gaat naar de 2000 gulden. Actief. De P van Pieter. Ja, twee keer de P, 4000 gulden. Ik wil graag een klinker kopen. Ja, dat lijkt me heel verstandig op dit moment. Dat weet ik zeker. De U. De U van Utrecht, die zit er één keertje in. Ja. Dat wou ik het zeggen. Dan gaan we luisteren. Speelgoed opruimen. Het is goed hoor. Ja. Leontien, ja. Nog een O'tje. Ja. We gaan nog even de O en dan zien we nog een keer speelgoed. Anders stond de pruimen, hè? Dat kan helemaal niet. Zat die leeftijd zijn we voorbij, hè? Roel, speelgoed doen we niet meer. Doen we niet meer. Oké. Okay. Nee. Nou, wat jij wel mag doen, dat is voor een lekker bedrag, namelijk 5650 gulden. Prijzen gaan kopen, ga je gang. Ja. Ik wil graag de... Nou, doe maar die koelvriescombinatie. Wat kost die, Roel? 4950 gulden. Ja, prima. 4950 gulden. De prachtige Amerikaanse ijskast. En dan heb ik de hoge drukreiniger heel graag. En die kost 700 gulden. Prima, daar zijn je centen op. Twee waanzinnig mooie prijzen in deze derde ronde. Jazeker Hans, ja. Daar gaat hij. Aan zijn overbekende gele kleur zal het niet liggen. Wat zijn we tegenwoordig blij met een hoge drukspuit van het Rad van Fortuin. Alles, maar ook werkelijk alles, komt stralend tevoorschijn als dit apparaat zich met de schoonmaak bemoeit. Van gevel tot plezierjacht, een topper. Dus voor je aan de klus gaat, even je gele partner erbij. Oh, wat een reus, zie hem al staan. Een koelvrieskast die je alleen maar in Amerikaanse tv-series voorbij ziet komen. Even een paar staaltjes van perfectie. Ijsblokjes, druk op de knop en de blokjes rollen zo in je glas. Is het buiten 38 graden, druk op de knop en ijskoud water sijpelt zo in je glas. En zo zijn er tal van fratsen. Het is een waanzinnige kast, de waarde van 4950 gulden. Roel, tevreden? Hartstikke. Nou...
Of Roel tevreden is natuurlijk. Ja, het wordt heel weinig gekozen. Hè? Die vinden we altijd heel vreemd. Want wij hier, van de redactie, alle mensen op de vloer, die vinden dat een van de allermooiste prijzen eigenlijk uit het rad. Hè? Want wat Gaston net allemaal zei, druk op de knop, de ijsblokjes vliegen eruit en koud water en zo. Ja, die dingen die koop je niet zo iedere dag bij de melkboer. Hè? Nee, kan je alleen maar winnen bij ons hier in het Rad van Fortuin. Nou mensen, we hebben een beetje tijd over. Dat zal u trouwens al merken thuis. Hè? Want ik babbel lekker en dan wordt hier op de vloer aangegeven. Dan roept iemand van doorbabbelen, doorbabbelen. Want we zijn nog niet klaar bij het letterbord. Dus dan moeten we nog even gewoon doorpraten. Want we gaan lekker een vierde ronde spelen. En in die vierde ronde gaan we op zoek in de categorie eten en drinken. Nou, dat komt goed van pas. Hè? Dat zijn spullen die in die mooie grote koelkast kunnen van Roel. Dus wie weet wint hij het wel weer. In totaal 13 letters. En ja, het is Yvonne. Die mag gaan draaien. Succes. Eten en drinken. 13 letters. Yvonne, wij gaan naar 800 gulden. Heel goed. De S van Simon. De S, die zit er niet in, meisje. Nee, wat jammer nou. Gun je ook zo graag een prijs. Hè? En we komen op 4,50, Josephine. De R van Richard. Ja, één keer. Goed, gaan we. Eten en drinken, 13 letters. En we komen op 400. De T van Theo. Ik heb er één keer de T in. Ja. Oh, we gaan een versnelde ronde spelen. Het bedrag dat zo dadelijk bij Yvonne komt, daar gaan we voor spelen. U weet het, mede klinkers leveren geld op. Klinkers mag je noemen, leveren niks op. En we gaan spelen voor 400 gulden. En Josephine was aan de beurt. De S van Simon. Een S zit er, is alles al gezegd, helaas. Roel. Dan doen we weer de G van Gerard. De G van Gerard zit er twee keer in, weet je het woord. Eten en drinken. Yvonne. De K van Karel. De K zit er één, twee keer in, weet je het woord. Helaas, Josephine. De D van Dirk. De D zit er één keertje in, weet je het woord. Gekruid gehakt. Ja, natuurlijk, gekruid gehakt. Ja hoor. Oh, Yvonne, wat een pech. Want je wist het, hè? Ja. Ja, maar het was echt de laatste. Ja, zeker. Zoemer ging en jij zei gekke. En toen dat, maar jij wist het ook al? Ik zag het al, ja. Ja, ja, het was niet omdat zij het al min of meer half bijna zei. Nee, nee. Toen die kamer bekend was, toen zag ik het. Oh, toen zag je het. Goed zo. 1250, wat veel eigenlijk. Nou, je had er een paar goed natuurlijk. Ga je gang. En, leuk voor, zie je videorecorder staan en dat soort dingen. Voor 1200 gulden een video. Doe je dat? Ja, dat dacht ik al. Voor 1200 gulden een videorecorder. Dan blijven er 15 over. Dan krijg je een waardebon voor. Gaston, kom maar weer. Jazeker, Hans, daar ben ik al. Met die waardebon kan Josephine aan eigen keuze een aantal prachtige boeken en cd's kiezen. Wij wensen haar veel plezier met het uitzoeken in deze prachtige catalogus. Een klein probleempje, want zowel RTL 4 als 5 hebben een leuk programma op de buis. Hier is voor jou de oplossing. Een kanjer van een videorecorder met maar liefst 4 koppen en tal van snufjes, zoals het nieuwe systeem, opnemen via PDC. Josephine uit Voorburg, wat een rij met prijzen voor jou vanavond. Ja. Inderdaad, en zus is wederom erg blij met deze prijzen. En ja, mensen, één vrouw echt pech gehad. Hè? Vooral ook omdat ze dat gekruid gehakt op het laatste moment wist. Maar ja, te laat was. Helaas, allemaal nullen zijn er blijven staan. En dat betekent gewoon een mooie bos bloemen voor Yvonne. Tweede is geworden met een echt mooi bedrag en natuurlijk een waanzinnige prijs. Roel met 5650 gulden. Maar met 6000 op het randje hoor. 6050 gulden, winnares tot nu toe, Josephine. Josephine, daar ga je met Hans naar de finale van vanavond. Het is een auto die van alles net even meer biedt. Meer comfort, meer vermogen, meer binnenruimte, meer bagageruimte, meer veiligheid, maar minder brandstofverbruik. Nu de vraag, rijdt Josephine door Voorburg straks in deze auto? Ja, dat zien wij wel, Gaston. Tenminste, als we de studio uit mag rijden straks. Hè. Meestal mag het niet direct naar de uitzending, maar we moeten nog even wachten. Maar eergisteren is hij eruit gegaan. Gisteren de keuken, dus waarom vanavond niet wederom die auto? Hè? Dat gaat altijd heel goed bij ons. Je moet alleen de goede medeklinkers noemen. Wij zoeken vanavond in de categorie gebeurtenissen. Wat zei je? Een gezegde, dankjewel Leontien. Ik was inderdaad even kwijt. Een gezegde zoeken we dus. 18 letters, ga je gang. 5 medeklinkers, 1 klinker. De N van Nico. N van Nico. De S van Simon. S van Simon. De T van Theo. T van Theo. De R van Richard. R van Richard. De L van Leo. L van Leo. Stop, wat wordt je klinker. De E van Eduard. De E van Eduard. Ik moet er nog een L bij hebben, zie ik. Ja, oké. Okay. Nou, dat gaat goed. Een gezegde, Josephine. Dat zijn er veel, hoor. En je tijd gaat nu in.
eenzaam zijn een plezier? Iets, een... Nee, jij zal er ook nooit last van hebben gehad, schat, maar het is een muurbloempje zijn. Muurbloempje, ja. Weet je wel, al die zielige meisjes die dus nooit worden gevraagd bij het dansen. Ja, dan gaan de lichtjes nog even aan. Daar zien we een muurbloempje zijn. Ik zei, die zielige meisjes allemaal. Die zijn, komt gewoon bij ons terug met Leontien en ikzelf en Gaston. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Kom maar. Ik ben mijn hele leven al een muurbloempje. Nee hoor. Josephine uit Voorburg wint vanavond voor 6.050 gulden aan prijzen. En wij nemen afscheid van Roel uit Huizen en van Yvonne uit Nieuwegein. U bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.